Had u ooit gedacht dat het een optie was? Want ik kan me niet voorstellen dat u als persoon tot zo'n afweging zou komen. Is dat zo? Denkt u dat dat niet bij mij past? Mevrouw Schouten, we gaan terugblikken op anderhalf jaar Rutte 4, waarin u ook weer zat. Ja. Waar zat u in de treinverzaal? Ik zit bijna recht tegenover de minister-president. Vanuit zijn perspectief zit ik net een klein beetje links van het midden, zeg maar. En wie had u dan aan beide zijden? Aan de andere kant, even afhankelijk nu, want er zijn wat wisselingen geweest natuurlijk met vicepremierschap. Maar eerst zat vicepremier Hoekstra daar en minister Kuipers aan de andere kant. En nu zit minister Karin van Gennepen en minister Kuipers zit nog steeds op zijn andere plek. En heeft dat invloed op de manier waarop zo'n vergadering loopt, wie er naast je zit? Nee, dat valt denk ik wel mee. Het is wel zo dat de vicepremiers over het algemeen, de minister van Financiën zit naast de minister-president. Dus Sigrid Kaag zit naast hem. En daartegenover zitten dan de andere vicepremiers. En het is wel goed omdat je met elkaar gewoon oogcontact kunt houden. En als er dingen zijn, dat is wel een fijne plek om snel even te kunnen schakelen als er wat nodig is. Maar het is niet zo dat degene die naast je zit nou heel bepalend zijn voor wat je vindt in zo'n ministerraad. Kunt u een moment herinneren dat u dacht, het is maar goed dat ik op deze plek zit nu? Letterlijk op die plek? Precies op die plek. Nee, want ik denk op het moment dat er echt zaken zijn die gewoon belangrijk zijn, dan wordt er toch altijd wel even gekeken naar elkaar. Omdat je soms ook namens een smal deel spreekt. Dus in mijn geval dan namens het ChristenUnie smal deel. En dan wordt dat toch wel echt even gecheckt, zeg maar, van hoe dat zit. U begon in dat kabinet met het ChristenUnie smal deel met Henk Staghouwer als minister van Landbouw. Ja. Daar had u wel oogcontact mee, daar komt u goed. Ja, want die zit ook weer schuin tegenover mij, dan zat hij in dat geval. Dus daar kon ik ook, dat zag ik ook. Ja. Ja, was het vreemd om hem te zien gaan en een andere bewindspersoon, Piet Adema, daar opeens in die zaal te zien zitten? Nou, het is gewoon aan de ene kant heel vervelend als je gewoon een naaste collega moet laten gaan. Of dat hij gaat, dat hij dat beslist. Ik vond het wel heel moedig van omdat hij zelf zei van ik ben niet de juiste persoon op de juiste plek. Opmerkelijk ook, dat hij uiteindelijk uit zichzelf dat besluit. Ja, maar ook wel gewoon moedig daarmee. Het is misschien allemaal niet heel haags om dat te doen, maar want daar moet het dan allemaal zo van dat het allemaal een baan is die heel vanzelfsprekend is en dat het altijd misschien wel aan een ander ligt als het niet goed gaat. En ik vond het heel sterk dat hij gewoon zelf ook wel daarop had gereflecteerd. Maar dat is ook lastig dan ook nog. Had u ooit gedacht dat het een optie was? Want ik kan me niet voorstellen dat u als persoon tot zo'n afweging zou komen. Is dat zo? Denkt u dat het niet bij mij past? Ja, dat denk ik. Oh. Heb ik dat mis? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Ik ben over het algemeen wel iemand die het meest kritisch op zichzelf is met alles wat er gebeurt. En ik kan er ook vrij genadeloos voor mezelf zijn als dingen niet goed gaan. Dus als ik het gevoel had gehad dat ik dat niet had gekund, dan was dat niet op voorhand uitgesloten geweest. Nee, maar ik kom erop omdat als ik mensen in uw omgeving spreek, mensen die met u hebben gewerkt, zeggen er zit een heilige plicht in Carola Schouten om te dienen op dit vlak. Ja, dat klopt. Dus kan ik mij niet voorstellen dat u dan zou zeggen, dat is iets wat ik uit mezelf zou besluiten. Ik zou altijd. Ja, maar dat zijn twee verschillende dingen, denk ik. Ik vind dat je alles moet geven in deze functie, in dit ambt wat je hebt. Het is een hele bijzondere plek, maar een ongelooflijke verantwoordelijkheid ook. Het gaat over het land en wat je daarvoor kunt doen. En aan de andere kant kan het ook zijn dat je soms denkt van nu lukt het niet of ben ik niet degene die hier juist die plek moet innemen. En dat zijn twee verschillende zaken. Ik geloof niet dat het land dan weer op mij hangt, sterker nog. Ik denk dat er heel veel anderen ook veel capaciteiten hebben om dat te kunnen doen. Alleen ik sta ervoor en ik moet op dat moment gewoon dan ook de beslissingen nemen. En daar moet ik met alles wat er in mij zit. De beslissingen die u moest nemen, die waren niet mals. Een van de opdrachten die u meekreeg was het pensioenakkoord tot een goed einde brengen. Ja. Hoe is dat u vergaan, zou ik bijna zeggen, u persoonlijk? Het is het meest intensieve wetstraject dat ik heb meegemaakt. Ik heb 13 jaar in de politiek gezeten, of ik zit er nog maar zo'n 13 jaar, deels in de Kamer, deels ook als minister. En wetten zijn altijd groot en intensief, maar zoveel debatten als ik met
over deze wet heb gehad, is dat heb ik niet meegemaakt. En tegelijkertijd was het ook heel bijzonder. We zijn echt letterlijk door elk artikel van de wet heen gekropen. Artikel voor artikel hebben we het behandeld. Omdat het om zo'n groot vraagstuk gaat, omdat het ook best technisch is. En tegelijkertijd raakt het gewoon miljoenen Nederlanders. En dan wil je ook kunnen overzien wat de consequenties zijn van keuzes. Wil je daar goed het debat over kunnen voeren. En dat hebben we echt gedaan. We hebben gewoon Tweede en Eerste Kamer samen gewoon zo'n 100 uur gedebatteerd. En nou, we hebben echt, ik meen, tussen de 2.000 en 3.000 vragen ook nog schriftelijk beantwoord. Dus er is heel veel werk in gaan zitten. Maar voor een hele goede reden. Heeft u veel ondersteuning bij gehad natuurlijk van uw eigen ministerie. Ja. Maar de vraag die ik eigenlijk heb, aan wie heeft u dan in het kabinet het meest gehad om dit traject tot een goed einde te brengen? Je hebt natuurlijk gewoon zelf ben je bezig als minister. Tegelijkertijd zitten er soms ook onderdelen in die een ander departement raken, bijvoorbeeld financiën. Dus ik heb ook nog wel fiscale zaken. Met wie werkte u daar samen? Met Marnix van Rij. Marnix van Rij. Dus die moet dan ook de fiscale kant zeg maar, van de pensioenen ook goed bedienen. En hoe ging dat? Ja, dan heb je gewoon overleg ook met elkaar. Maar dat was niet zo dat ik nu enorm ingewikkelde discussies in het kabinet daarover had. Dat was meer de technische kant. Je hebt wel natuurlijk dat je soms wel bij elkaar vraagt, joh, hoe ligt het ook nog in jouw partij? Is het, gaat het goed? Zijn er nog aandachtspunten? En dat doe je eigenlijk ook wel meer met de vicepremiers, dat je dan gewoon eigenlijk meer de bovenliggende vraag hebt. Maar er was niet een strijd nog in het kabinet over hoe moeten we dit nou aanpakken? Hoe krijgen we dit door een kamer heen? Nee, daar werd wel gewoon echt heel belangstellend naar gevraagd. Van hoe gaat het en wat zie je en wat is het traject? Maar ik heb daar zelf wel echt mijn eigen pad in kunnen bewandelen. Ja. Krijg je dan applaus als het door de Eerste Kamer is geland? In de zaal? Ik heb wel felicitaties gekregen. Ik weet niet of het dan applaus was, maar het was wel felicitaties. Ja, ik kan me voorstellen dat het een opluchting was voor het hele kabinet. Het is een belangrijk wetstraject. Dat uiteindelijk voor heel veel Nederlanders heel veel invloed gaat hebben. Dat er wellicht een zucht door de ploeg is gegaan, dit is ons gelukt. Nou, dat is ook wel weer een beetje overdreven dat er een zucht doorheen gaat. Maar het is wel, mensen zien hoeveel werk erin zit. Zien ook het belang van de wet. Het gaat niet om, we hebben een wet, maar dit is ook een wet die ervoor zorgt dat ook de toekomst voor onze pensioenen ook echt weer gegarandeerd is. Dat we gewoon jaren vooruit kunnen, ook met de nieuwe arbeidsmarkt. Ook in een situatie waar mensen altijd dachten, maar ik krijg toch meer pensioen. En er gebeurde eigenlijk niet zoveel. Dus op al die onderwerpen moesten we ook echt nieuwe afspraken maken. En samen ook met de vakbonden en de werkgevers. En dit is dus ook niet alleen een wet van, vind ik zelf, van het kabinet. Maar eigenlijk van heel veel partijen die daar ook aan meegeholpen hebben. En dat vond ik wel bijzonder. In een tijd waarin het toch nog best ingewikkeld is om soms tot besluitvorming te komen. Hebben we hier juist eigenlijk een wet gehad die, vind ik ook wel breed van de samenleving was. Dus ook van werkgevers, van vakbonden, die ook niet altijd elkaars natuurlijke partner zijn. Maar die wel met elkaar de schouders eronder hebben gezet. Het tweede aspect wat u in de naam van uw ministerschap heeft zitten natuurlijk is armoedebestrijding. Ja. Ik kan me voorstellen dat het eigenlijk vanaf het begin best wel lastig is. Want allereerst moet je natuurlijk met elkaar overeenkomen hoe je het beste armoede kunt bestrijden. En daar denken die vier coalitiepartijen heel anders over. En tegelijkertijd, we begonnen in januari. En toen begonnen de energieprijzen al te stijgen. En eigenlijk vanaf februari ging het al helemaal. De inflatie ging sky high, de energieprijzen heel hoog. Dus we moesten ook gelijk handelen. Het was niet alleen maar van, we gaan nu nog eens even een discussie voeren over hoe we dat nou het beste kunnen doen. Nee, er werd gelijk gevraagd van ons dat we echt maatregelen gingen nemen. En het duurde wel lang. Tenminste, voor de buitenwereld duurde het lang. Nou, bijvoorbeeld een energietoeslag had ik in februari, maart hadden we die al. Die hebben we in de loop van de tijd wel hoger gemaakt. We hebben toen wel in het voorjaar ook al wel extra maatregelen aangekondigd. En dat is wat meer stapsgewijs gegaan natuurlijk. Ook bij Prinsjesdag kwam daar nog het een en ander bij. Maar ik wist wel één ding. Ik kan niet eerst een hele academische discussie gaan zitten voeren. We moeten gewoon nu zorgen dat mensen ook gewoon letterlijk soms de wintermaanden door gaan komen. Ja. Die Prinsjesdag, hè? Die Prinsjesdag waarin het werd afgesproken, daar is achteraf heel veel over gezegd. Want eigenlijk de avond voor dat de troonrede zou worden uitgesproken, is daar uiteindelijk nog een klap op een pakket gegeven. Kunt u iets delen hoe dat zo toen gegaan is?
Nou, volgens mij zijn er ook wel wat reconstructies al van gemaakt. Zeker, maar ik wil het graag van u horen. Maar het, nee, het is zelfs nog gewoon op het op Prinsjesdag zelf in de ochtend is daar ook nog overleg over geweest. Omdat er wel steeds ook, nou ja, er was een pakket ook van het kabinet. Maar we zagen tegelijkertijd ook dat de situatie ook nog steeds onzekerder werd en voor veel mensen. Hebben toen echt nog maximaal gekeken, moeten we nog een stap extra zetten. Om te zorgen nou ja, dat mensen toch ja, ook echt het kunnen rondbrengen met hun portemonnee. Hoe werkt dat dan? Heeft u dan smeet u dan bondgenootschappen binnen het kabinet of gaat dat partijgewijs? Nee, daar heb je wel overleg over met elkaar. Dus het is gewoon. Met wie had u het meeste contact? Ja, met allemaal wel. Het is niet echt iemand heel uitzonderlijk of zo. Want het was echt wel weer een groep. Die op meerdere plekken, dus dan heb je gewoon sowieso natuurlijk de minister van Financiën, maar ook de minister-president, minister van Economische Zaken, want die gaat ook over natuurlijk de klimaatvraagstukken, minister voor Klimaat, Energie. Dus er zitten heel veel partijen, minister voor Sociale Zaken. Er zijn heel veel mensen die daar dan op dat moment ook een rol hebben. En die moet je ook met z'n allen wel mee hebben. Nou, en die bestrijken dan ook eigenlijk alle partijen wel die in het kabinet zitten. Ja. Als je dan zoiets meemaakt met elkaar, dat je heel snel iets aan elkaar moet zetten, dat het uiteindelijk lukt, maakt dat de communicatie onderling met elkaar makkelijker? Dat je denkt, we hebben iets aan elkaar. Ik zou bijna zeggen, een teamgevoel ontstaat. Nou, het zijn meerdere onderwerpen waar je dat natuurlijk. Je moet met elkaar ook gewoon echt tot overeenstemming komen. En soms is het proces daar naartoe best, weet je, moet je echt wel onderhandelen, moet je echt wel. Even flink gewoon aan de bak om te zorgen dat jouw idealen daar ook komen. Maar als dat dan lukt, dan is het ook goed dat je nou ja, wel ziet van oké, we hebben gewoon echt toch ook wel die overeenstemming kunnen bereiken. Of dat nou per se heel gelijk het teamgevoel verbetert. Ja, wij zitten er ja, om die besluiten ook te nemen. Dus dat is ook gewoon wel wat er van ons verwacht mag worden. Ja. Uiteindelijk komen we dan vlak voor de zomervakantie aan. Zag u het aankomen? Die moeilijke week? Nou, wij hadden natuurlijk echt al een paar maanden een discussie over migratie. Want ik denk dat u daarop doelt. Ja, dat doe ik op. Dus het was niet nieuw dat onderwerp best lastig was. En op een aantal onderwerpen waren we echt al wel best ver gekomen. Maar asielmigratie was het meest springende punt eigenlijk nog wat er lag. En daar waren in de weken daarvoor ook echt al heel veel overleggen geweest. Het was niet alleen die laatste week. Daarvoor hadden we ook één op één overleggen gehad om te kijken van wat kan er wel, wat kan er niet. Ik wist wel dat het, nou ja, dat het een onderwerp was waar echt nog wel wat discussie moest plaatsvinden. Maar met name toen in het begin van de week wel duidelijk werd van, dat er een soort van tijdsklem op werd gezet eigenlijk van er moet nu gewoon voor de zomer. Eigenlijk die week nog moet er gewoon een pakket liggen en anders hebben we een groot probleem. Ja, dan besef je wel dat wel problematisch is. Ja, wellicht heeft u ook wel door waarom ik dan steeds die vragen over teamgevoel stel en bondjes en dergelijke. Want ik kan me voorstellen dat je in zo'n week erachter komt dat je uiteindelijk toch heel anders tegenover elkaar staat dan je wellicht zou willen. Misschien ook anders dan in het vorige kabinet. Ja, maar we zijn ook niet. We zijn vier partijen, hè? We zijn niet één partij. Ik bedoel, we hebben allemaal onze eigen kleur, allemaal onze identiteit. Dat snap ik, maar normaal gesproken, als de persoonlijke verhoudingen goed zijn, dan kun je over dit soort dingen heen komen. Ja, nou, mijn ervaring is, als er een wil is om eruit te komen, dan kan je altijd heel ver komen. Lukt niet altijd, maar we hebben ook. We hadden ook nog bijvoorbeeld net een stikstofdiscussie achter de rug in het kabinet, waar natuurlijk ook uitspraken door collega's waren gedaan. Waar je dan toch zat al spanning. Ja, maar waar dan ook wel weer een weg voorwaarts wordt gevonden. En dan, daarom zeg ik, als er een wil is om daarin verder te gaan, kun je echt wel ergens komen. En die wil was er niet? Nou ja, mijn constatering is dat die wil niet groot genoeg was om. Bij alle vier? Nou, ik denk dat daar één partij het bijzonder was die daar gewoon, die dat wel heel sterk zei van we moeten nu een pakket hebben en. Ja, wij zeiden ook, we konden zoveel maatregelen wel doen. Maar voor gezinshereniging was vrij duidelijk dat dat voor ons alle maanden ervoor ook al ingewikkeld was. Nou ja, die hebben toen wel gezegd, we willen of een pakket waar dit onderdeel voor hen wel in zit. Of niet. Is dat een keuze. Ja, en dacht u toen ook van, nou dat was het dan. Gaan we weer wat anders doen?
Ik had al iets langer nagedacht over van wat ik of ik nog een keer een politieke ronde zou doen. En ik denk dat het ook heel goed is om op enig moment ook weer nieuwe mensen gewoon, aan de slag te laten gaan. We zitten nog in de demissionaire periode. Daar komt uiteindelijk een eind aan, denken we. En dan bent u weer thuis in Rotterdam. Ja. Dan mag u weer zelf gaan autorijden. Ik heb geen auto, dus ik moet nog een auto gaan aanschaffen, denk ik. Dat is het eerste, ja. Ja. En als of niet, die auto... ik kan ook gewoon met de trein. Dus ja. Dat is, ja. Als u nou die auto heeft aangeschaft, waar gaat de rit dan naartoe? Dat weet ik nog niet. Nee, ja, het ligt echt helemaal open. En ik vind ook echt dat ik nu moet bezig zijn met mijn functie en met het werk om dat gewoon tot een goed einde te brengen. Dat is mijn eerste prioriteit en daar zal ik al mijn energie nog voor geven. En daarna zie ik wat de toekomst gaat brengen. Hartelijk dank. Graag gedaan. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.